hoe krijg ik meer humor in mijn speech? Dat vroeg Thijs aan mij via een LinkedIn berichtje. Hij geeft veel keynotes en hij wil graag meer humor in zijn speech. Hij vroeg aan mij, kan je mij daarbij helpen? En dat kan ik. Ik zal het je laten zien in deze vlog. Dit is mijn eerste vlog. 1-1-1-1-1. Ik heb nog geen geld voor special effects, dus het wordt even zo. Vind je het heel leuk? Doe dan een duimpje omhoog. Vind je er geen reet aan? Doe dan een duimpje omlaag. Want ik heb net geleerd dat dat helemaal geen ene moer uitmaakt. Een duimpje is een duimpje. Dus up yours. En als je toch aan het... Doe dan ook even abonneren op mijn kanaal. Hier ergens. En als je afvraagt wie is dit? Esther van der Voort. Ja, bijna onherkenbaar. Haar in een staart en een leesbril op. Anders ziet ze geen moer. Ik heb van Thijs een hele keynote in een YouTube-linkje gekregen. Dus die heb ik helemaal kunnen kijken. En ik heb daar stukjes uitgeknipt voor jullie. Zodat je kan zien waar ik hem steeds iets heb verteld. Dus ik heb de hele speech gekeken. Aantekeningen gemaakt. Hoe kan qua opbouw beter? Waar kan je grappen inbrengen? En dat heb ik met hem besproken. Ik heb gezegd, inhoud gaat voor humor. Dat is wel heel belangrijk. En ik heb ook gezegd, als ik wat tegen je zeg, is dat om je te helpen. Niet om je... Voordat we trouwens beginnen, even Thijs. Hele leuke keynote, sowieso. Hij noemt zichzelf Nerd at Q42. Hack the Planet, dat is waar hij mee bezig is. En Use Tech for Good. Dus hoe kan je met je technische kennis simpele, pragmatische oplossingen hebben en grote problemen oplossen. Dus daar komen we ook nog wel op. Maar sowieso natuurlijk voor ieder congres, wat ik me kan bedenken, een hele leuke spreker. Dat eerst. We gaan kijken naar zijn opening. Wat daar gebeurt. Dankjewel voor deze mooie intro, Zaco. Alright, ik wil jullie meenemen naar de ruimte. Het is 13 april 1970 en drie astronauten die zijn halverwege op weg naar de maan. Ja, wat we natuurlijk gelijk zien om mee te beginnen is het grote verschil tussen een groot podium, een groot conferentiecentrum met een groot podium en licht. Of een klein kloterig zaaltje ergens op een afdeling met een rijtje stoelen met mensen waarbij de half eerste rij leeg is. Dat is natuurlijk altijd lastig. Wat hij goed doet is hij bedankt degene die hem introduceert. Dat is altijd gelijk sympathie. Je ziet dat hij een heel prettige stem heeft, dat hij enthousiast klinkt. Dat is leuk. Belangrijk, hij begint met een anekdote. Dat is echt heel leuk. Deze anekdote is ook heel leuk. Ik heb met hem erover gehad. Hij brengt hem redelijk droog. Hij kan hem heel enthousiast brengen, want dat maakt het verhaal veel leuker. Dit is zijn passie. Hij vindt iets van dit verhaal. En het is een spannend verhaal, want het is het verhaal waarin het helemaal misgaat in de ruimte. Er gebeurt een ramp. Er gebeurt een ramp. Er gaat alles mis. Daar in dat ruimtecentrum. Ze moeten dit. Dat is wat je moet doen. Een beetje ziel daarin. Dat moet je doen. Ziel. Op het moment dat zij de beroemde woorden zeggen, Houston, we've got a problem. Houston, we've got a problem. Iedereen kent die zin. En daarover gaat mijn anekdote. Bla 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 bla. Dan, als je het hele verhaal neerzet van die astronauten die in de ruimte al die problemen tegenkomen, zit daar natuurlijk 500 aanknopingspunten voor grapjes. En hier komt een van de belangrijkste volgens mij. Die dus het CO2 uit de lucht filteren. Maar die dingen zijn vierkant. En in de maanlander, waar ze in zitten en dat aanstaat, daar zijn ze rond. Dus ze moeten dat vierkante ding in dat ronde gat zien te krijgen. Anders gaan ze gewoon dood. Nou. Ja, dat is een cadeautje natuurlijk. Iets rond in een vierkant gat of een vierkant in een rond gat. Dat is natuurlijk... 1000 grappen kan je erover maken. Zit je eindelijk in de ruimte? Heb je jeugddroom waargemaakt? Moet je jeugdmysterie oplossen? En iets rond in een vierkant gat. Misschien niet dit gebaar erbij. Maar of je vraagt heel zaal vol engineers. Wie is het wel gelukt vroeger? Hè? Kan je gelijk astronaut worden? Wel handig ook om even een beetje interactie te doen. Even vragen wie heeft er kinderen? Of hoe zou je dit oplossen? Want die gast op rij 1 in dat grijze shirt die zit... Die moet je wellicht even reanimeren. En wat wel leuk is, hij vertelt op een gegeven moment dat die astronauten ook gelukt is. Ze hebben met een onderbroek en dingen en zo alles in elkaar gefnurkt dat het zo past. Dat is natuurlijk ook grappig, want hij zegt steeds, ik ben een nerd. Nou, astronauten moeten wel nerds zijn, want anders dan
haal je diploma niet, denk ik. Wij nerds gaan helemaal niet op stap zonder onze onderbroek en een rol duct tape. Dus tuurlijk lossen wij dat op. Nou, goedemorgen. Dit is de volgende ochtend. Vandaar ook dit, maar nog steeds dit. Dit was dan even deel 1 van mijn vlog. Ga ik er nog een deel 2 maken, waarin ik nog meer vertel. Ik heb zelf al wel wat tips gekregen. Nooit meer met oortjes in vloggen. Maar ja, zoveel kinderen op de achtergrond, dat is natuurlijk niet te doen. Maar ik zal het nooit meer doen. Beloofd, dan duurt het gewoon langer voordat hij af is. Heb je nou nog tips van mij? Of wil je iets aardigs zeggen? Of iets heel onaardigs, mag ook, maar niet uit zozeer. Kan je dan even in de comments laten weten? En dan zal ik reageren. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik vond het superleuk. Doei!